zijn hier die elke overwinning boeken, maar wie wordt winnaar in de Eriksen? Wordt het Rudy van der Velde? Wordt het die van Hantelaar, onze local hero, regionaal de Linda, plaatselijke vedette? Of wordt het Patrick de Kaastekker? Inderdaad, met een kleine voorsprong. Geef hem een daverend applaus. Geef hem een daverend applaus. Die van Hantelaar. Die van Hantelaar, proficiat. Shot. Fantastische Rudy van der Velde en met Sylvia Tepau. Geef hem een applaus. En met alles. Komt de dame uit Zutphen. Wat een wedstrijd. Wat een tijd van de wedstrijd. Met drie mannen op stap. Op de fiets en hier de elfde overeenkomst. En die van Hantelaar, die wordt inderdaad zand en eigen land. Hij pakt de bedoeling op eigen bodem. Nog even de avond op, want straks Massa Spurten inderdaad probeert daar een beetje voorgang te verlenen aan onze spurtende renners, die om veiligheidsredenen recht voor spurten. Hier zijn er gepasseerd, Sylvia Tepau, eerste dame, straks in de bloemen. Waarom komt een dame naar Bramsteen, Christian de Waal, felicitation, Christian! Ik zie het voor de zotter, het prinsen van Cecilia, Pelletin, Abellen, excusez-moi. Zeg van La Couche. En op de couche, een spurt van Baron van der Kampen. En dat wordt inderdaad bij die van de Rijnsmeer, die het haalt. Voor de vierde plaats is op 5-3-16. De plaats voor 3-16, dat is Tony Rijnius. Voor de plaats. Dat is een applaus. En 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 dat is een appl